Hier, Lidl. Woest is ze, Gerda uit Uden. Ze is dol op dubbelvla, zelfs zo verzot dat ze na het avondeten nog een tweede schaaltje wilde. Toen moest ik hard schudden, want er kwam niks meer uit. Ik zeg tegen mijn buurvrouw, hoe kan dat nou? Ik heb net een nieuw pak open en er komt niks meer uit. Toen zegt de buurvrouw tegen mij, ja maar kijk eens, er komt iets uit. Na flink frikken kwam er deze enorme klont uit het pak. Het is groot, ik kan niet op een lepel. Deze lepel, dat had hij... Niet genoeg aan, maar dan hangde hij gewoon overheen. De supermarkt, bekend van tja, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, onderzoekt wat er mis is gegaan. Maar voor Gerda is de kous niet meer af. Ik strijd door. Terraamt gerechtsgebouw toe als het moet. Ik wil weten wat er in de vla heeft gezeten. Eén ding is in elk geval wel duidelijk voor Gerda. Dat ik van mijn leven nooit geen dubbelflame eten. Nooit geen Vlaam eten eigenlijk.